wil ik het met jou hebben over voeding en marketing rond voeding. Ik wil stellen, dit is Ralfje, voilà. En Ralfje is al aan het ontdekken wat hij te eten krijgt vandaag. En je ziet hier een aantal dingen, Ralfje? Ja, hè? Je ziet hier een aantal dingen waar ik het met jou eens over wil hebben. Er wordt heel veel gezegd rond voeding en dat is helemaal mijn dada. Maar goede voeding voor honden is voeding die zoveel mogelijk aanleunt bij de natuurlijke voeding van honden. En voeding hebben een heel ander darmsysteem dan wij mensen. Die hebben een kortere darm, dus die verteren alles wat groen is, granen, groensels enzovoort, verteren die heel slecht. Dus, wij hebben een langer darmsysteem, een koe heeft dan nog een langer, complexer maag-darmsysteem. Dus wij kunnen veel beter groene dingen verteren. Een hond of een kat dus eigenlijk niet. Dus als je al voeding hebt waar dat in de eerste ingrediënt granen in zit, ja, dan weet je eigenlijk al dat dat niet de optimale voeding is. Honden zijn nog steeds vleeseters, katten zijn nog steeds vleeseters. Dus er is wel de bedoeling dat ze veel vlees gewoon bevatten. En of je dat dan vers geeft, of je geeft dat in brokken, of je geeft dat in blik, of je geeft dat gestoomd, of je geeft dat in een andere verpakking, dat maakt mij niet zo heel veel uit, zolang je maar rekening houdt met het feit dat er niet als eerste hoofdingrediënt granen mogen inzitten. En dan gaan we eens kijken naar wat ik hier staan heb. Een van de dingen die nu in zijn, is, je ziet het hier ook, helemaal op maat gemaakt van Ralfie. Het is van het merk Just Russell. Het is een nieuwe speler op de markt en ze kunnen heel wat van marketing. Want als je op de website gaat, dan stellen ze jouw eten zelf samen. Nu op zich vind ik het wel oké, dat ze rekening houden met dat je hond gestrest is of niet. En dat ze dan toevoegingen doen. Maar waar mijn grootste bezorgdheid zit, en ik dus nooit van dit merk iets zou kopen, is dat er geen duidelijkheid is over de ingrediënten. Ik weet helemaal niet wat en hoeveel erin zit. Dus een goed ticket, een etiket waar heel duidelijk alles op staat, vind ik veel fijner. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar eender welke zak. Ik ben eventjes het Nederlands aan het zoeken. Voilà. Dan krijg je dus dit. En dan zit er heel duidelijk in wat er allemaal in staat. Nu, van dit ben ik ook niet helemaal fan. Waarom? Er zit bijvoorbeeld varkensvlees in. Ik ben niet zo'n fan van varkensvlees. En een van de dingen, en dan gaan we naar het eerste ingrediënt op het ticket kijken, is dus vers varkensvlees. Nu, er zit gelukkig niet als eerste ingrediënt granen in. Nu, het is varkensvlees, niet varkensvlees, maar vanuit... je ziet dan op de verpakking zie je zalmpjes staan. Dus je verwacht dat dit product eigenlijk vooral zalm is. Hè? Maar dan moet je dus echt gaan kijken naar de ingrediënten. En er zit minder zalm in dan varkensvlees. Wat er wel zo leuk is, hè, grain-free. Hè, dus er zit geen granen in. Dus dat vind ik dan weer wel tof. Mijn voorkeur gaat uit, en ook Ralfie's voorkeur gaat duidelijk uit naar dit. Dit is diepvriesvlees, waar dat heel duidelijk de samenstelling op staat. Je ziet vlees, je ziet organen, je ziet ribben, dus je ziet bot. Je ziet groentemix. En dat is eigenlijk wat te eten. Een hond dient vooral vlees te eten. Eigenlijk geen granen of groenten te eten. En een hond dient ook organen binnen te krijgen en botten binnen te krijgen. En daar is ook wel dat de dierenarts heel terecht ook dikwijls zegt van kijk, vers vlees, wees daar ook een beetje voorzichtig mee. Ten eerste is de kwaliteit niet altijd even goed, dus zoek een goede leverancier, een goede merk. Ten tweede is de bewaar, dat je het goed moet bewaren, want je hebt dus kans op bacteriën zoals salmonella. En ten derde, als er alleen maar vlees is en geen groente, geen orgaanvlees, geen botten, dan krijgt die hond gewoon tekorten. Dus het moet een goed gebalanceerde maaltijd zijn. En bij brokjes zie je vaak dat die ingrediënten er wel in zitten. Natuurlijk, waar houden ze dan geen rekening mee? Dat die brokken verhit zijn en dat de goede ingrediënten zoals de vitamine, mineralen er vaak uit zijn. Dus ja, aan jou een stukje om te kiezen wat je jouw kat of jouw hond geeft. En natuurlijk aan de hond om te beslissen of hem het dan al dan niet lekker vindt. Want jij kan wel een verstandige keuze maken. Maar natuurlijk moet jouw hond of jouw kat ook nog beslissen of het lekker vindt. En dan ga ik jou dit voorstellen.
Momentje, ik ga het even nemen. Voilà, verse rund. Bereid met verse rund. En jullie kennen het merk misschien wel, of jullie kennen het merk misschien niet. Maar het is pro. Het ziet er ook gewoon echt rood uit. Ik ga er eentje uitnemen. Het is echt gewoon boordevol rode kleurstoffen. Ga ik eens even kijken of Ralfie dat lekker vindt. Ja, hij vindt dat heel lekker, hè. Nu, als je dan naar de ingrediënten gaat kijken, dan zie je daar worteltjes enzovoort op staan. Hè? En dan een hele mooie marketing. Maar laat je alsjeblieft niet verleiden. We gaan eens kijken naar de ingrediëntenlijst. Je ziet daar vooral granen als eerste staan. Heel veel bijproducten, heel veel olie waar je allemaal niks kan aan doen. Zelfs melk, zelfs suikers. En daar zit de grote boosdoener. Hè. Suikers, dat heeft een hond niks mee. Maar maakt wel dat hij het lekker vindt. En wat er hier ook zo opvallend is, is dat er heel veel additieven in zitten. En additieven, kunstmatige E-nummers, geeft dus bijvoorbeeld ook die rode kleur. Zo rood zelfs, dat Ralfie straks, als hij niet oppast, ook gewoon rode kaka gaat hebben. Dus wees kritisch en ga er niet alleen naar kijken dat je hond het lekker vindt, want het is niet omdat je hond of kat het lekker vindt dat het ook gezond is. Ik wens jou een heel verstandige en gezonde keuze toe aan de voeding voor jouw kat en hond. En uiteraard, als je hulp nodig hebt... Nog een keer bedankt om de video tot het einde uit te kijken. Wil je meer dan dat? Word dan zeker abonnee en klik ook op het rode belletje.